If I Was Your Girlfriend zegt gewoon alles wat ik van hou in een popsong eigenlijk. Het zegt zo, gewoon een perfecte song met gewoon allemaal rare dingen in. Het is niet dat dat moeilijke muziek is of zo, maar je hoort van allerhande dissonante dingen die tegen elkaar wringen. Zijn vervormde stem, rare wendingen in de akkoorden. Het is echt zo. En tegelijkertijd is het zo simpel en leeg bijna. Het klinkt eigenlijk leeg. Ook te maken met mijn jeugdige leeftijd toen, maar legde dat op en dat was iets van. Ik moest er echt zo zeker 4, 5 keer naar luisteren, dat ik een beetje begrepen wat er gebeurde. Toen. En dat klonk echt zo. Van op een andere planeet. Nou, er was ook iemand die gewoon heel snel werkte. Hè? Prince is iemand die gewoon in de studio instapt. Die een idee heeft en begint gewoon de ene partij achter de andere op te pakken. Tot als de studiotechnieker erbij neervalt en dan pakt hij een andere studiotechnieker erbij. En dan werkt het door tot als het nummer af is. Hij mixt het. En met al zijn gebreken bokst hij het in. En that's it. En dat geeft er een soort van demo-achtige kwaliteit aan eigenlijk. Ik ging nooit de fout begaan van iets te veel af te werken zodanig dat het weer slapper werd. Het is zo vaak dat als je als muzikant een studio in gaat, je bent aan het opnemen en je bent content en oh, het bust en dat klinkt goed en dat is rauw en zo. En dan hoort je de afgewerkte plaat en dat is gewoon. We hebben alles eigenlijk afgezwakt. En bij hem was dat nooit. Bij hem zaten altijd nog altijd zo dingen aan die uitstaken. Weet wel, het was nooit echt afgeveild. Voor een popartiest te zijn, dat klonk altijd ruw of zo. Onaf. En onaf is wijs. Wat ik vrij plezant vind, is de manier waarop hij juist drummachines gebruikt. Dat hij dat vaak ook gebruikt als een soort van instrument dat eigenlijk ook een melodie geeft. De elektronische percussie geeft ook een deel van de melodie mee. En die staat er altijd. Er zit ook geen dynamiek in. Al die dynamiek wordt gemaakt door zijn stemmetjes die daar rondom zweven. Een lijn die hij zingt en dan heb je direct een antwoord. Dan zingt hij weer iets. Dat is zo schoon ingevuld. Ik bedoel, ik leer daar nog altijd alle dagen van. Ik ben zelfs zo'n groot fan van Prince dat ik zelfs dezelfde Telecaster gekocht heb als de zijne. Een veel te dure, chique gitaar van het merk H.S. Anderson. Dat is zo'n soort van. Penopauze cadeau dat u eigen cadeau doet. Dat is een kinderdroom. Hè. Dat klinkt nu pretentieus, maar ik vond als één iemand die gitaar moest hebben, meer dan was ik het. Soms als je zo niet meer weet wat gedaan, dan denk je aan Prince gewoon met iets van. Die gast die stopt gewoon nooit. Het is gewoon een constante stroom van creativiteit. Daar valt evenveel, gewoon in zijn werkethiek, daar valt evenveel uit te leren eigenlijk als uit de muziek zelf.